Dit prachtige gebouw bestaat sinds 1954. Het is nieuw gebouwd omdat het provinciehuis aan de zijkant van de markt met de hele omgeving hier in de laatste herfst van de oorlog is plat gebombardeerd en geschoten. Hier zijn, hier werken, staat in een bijna fysieke verbinding met dat verleden. In dit bestuurlijke centrum van de provincie Gelderland gaat het vandaag en alle dagen over de toekomst. Zo wordt hier het verleden in het heden ook de toekomst verbonden. Bestuurders, politici, ambtenaren werken hier aan een betere toekomst voor de Gelderse bevolking. En ze doen dat met een schuin oog naar de brug. De brug die in september 1944 een brug te ver was. De brug is dus altijd in de nabijheid van dit provinciehuis ook als inspiratiebron voor het provinciebestuur. Een brug is de verbinding tussen twee oevers. Een brug staat ook vaak symbool voor iets dat onbereikbaar lijkt, maar waarmee toch een verbinding tot stand kan worden gebracht. Tegenstellingen kunnen worden overbrugd. Tegenstellingen tussen mensen, tussen generaties, tussen volkeren, tussen politieke systemen. Iemand, een organisatie, iets kan een brugfunctie vervullen. En daar gaat deze conferentie over. Of de Verenigde Naties ook zo'n soort brugfunctie zou kunnen vervullen naar een betere toekomst. Maar ook een stichting, als de stichting War Requiem, een Bridge Too Far, is zo'n bruggenhoofd. De stichting die onder andere deze conferentie jaarlijks organiseert. De stichting probeert een brug te slaan tussen de verschrikkelijke ervaring op deze plek in 1944 en een toekomst waarin volgende generaties zo mogelijk gevrijwaard zijn, worden, blijven van oorlog. En zo krijgt dit schuldig landschap, Armando, een positieve duiding. Toekomstgericht. Ik heb begrepen dat het vanmiddag vooral gaat over de betekenis van de Verenigde Naties voor een nieuwe wereldorde, waarin vrede en veiligheid de hoogste waarde vormt. Een interessant onderwerp. Het is mijn inschatting dat de oprichting van het Instituut van de Verenigde Naties in 1945 een hoogtepunt in de menselijke beschaving betekent. En sindsdien hebben de Verenigde Naties zich ontwikkeld tot een platform waarin naties met soms geheel verschillende belangen, opvattingen, systemen, waardenoriëntaties elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn en er alles aan proberen te doen om te voorkomen dat een conflict met wapens wordt beslecht. Waar eeuwenlang, vooral in internationaal verband, het recht van de sterkste gold, is daarin een kentering gekomen. Nee, we zijn er nog lang niet. Maar er tekent zich iets af van een politieke structuur wereldwijd die begint te lijken op een machtenverdeling die teruggaat op graaf de Montesquieu. Een wetgevende macht, uitvoerende macht, een onafhankelijke, rechtsprekende macht en een sterke arm in de vorm van een internationale troepenmacht. De Algemene Vergadering, wetgevende macht, Veiligheidsraad, die zijn belangrijke rol speelt in vredesoperaties, de verschillende instituten en fondsen als UNICEF, UNESCO, WHO, de Wereldbank, het internationale gerechtshof. Met vallen en opstaan wordt er toch iets zichtbaar van een mogelijke nieuwe orde in de wereld. Zeker het recht van de sterkste is nog lang niet uitgebannen. En soms denk ik, gelukkig maar. Het debat gaat vandaag niet alleen maar over anderen. Het gaat ook over onszelf.
En in dat besef wens ik u een goede en vruchtbare conferentie toe. Hier, in de schaduw van de brug door Var, die voor ons de betekenis heeft gekregen als de Bridge to the Future.